Ik had verwacht dat stuur ze uitpak. Hallo. Ja! Kijk naar Kijk Tippie, mijn naam is Romy. Ik ben Julia, ja, wij zijn Koopfrits Chicks. Het is bijna zomervakantie. Ja! In deze video gaan we jullie een paar inspiratiedingetjes laten zien wat je allemaal kan doen in de zomer. Maar helaas schijnt in Nederland niet altijd de zon. Dus de ene man gaat iets binnen doen en de ander gaat iets buiten doen. Ja! Maar wie gaan we verrassen? Eerst is Matthijs. Matthijs is 16 jaar en komt uit Middelharnes. Het is een hele sportieve jongen en hij heeft heel lang gejudo'd en gedrumd. En is nu fanatiek windsurfer. Cool. Nou, de tweede is Lois. Lois is 19 jaar oud, ze komt uit Leusden. Ze is erg creatief, ze heeft haar eigen YouTube kanaal, ze houdt van schrijven en ze loopt stage bij een mediabedrijf. Maar, nu eerst, spin de bottle! Degene op wie de fles komt, die gaat naar Matthijs. Spin de bottle. Spin, spin de bottle. Hey, spin. Spin. Ja! Oké, doei, zie. Ik ga dus Lois verrassen. En wat gaan we doen? Nou, we gaan hele fijne YouTube challenges opnemen. En hoe gaan we dat nou doen? Nou, kijk. Ik heb een super grote cadeau bij me. Want ze was vorige week jarig. En ik ga het nu afleveren bij de balie. En dan wordt ze gebeld. En dan gaat ze komen. En dan ga ik haar verrassen. En vragen of ze met mijn YouTube challenges wil opnemen. Wil je het nou ook kijken? Kom dan lekker mee naar binnen. Hallo, ik ben vandaag in Zeeland. En vandaag ga ik Matthijs verrassen. Ik sta hier bij het watersportcentrum Brouwersdam. En we gaan hier vandaag de ultieme beach challenge doen. Zoals je kan zien heb ik mijn subje meegenomen. En ik ga proberen het water in te krijgen. In mijn eentje. Ik heb zo'n gevoel dat het niet gaat lukken, dus Matthijs moet me helpen. Die hier naartoe komt met een smoes van zijn moeder. Maar ik moet me eerst even omkleden. Later. Hoi. Hoi. Ik heb een vraagje. Wil jij Lois Peper komen vinden roepen? Want ik heb een pakketje voor haar. Ja, is goed. Ja? Dankjewel. Ik ga me even verstoppen, doei. Ik zie haar. Ik had verwacht dat ze hier zo uitpakken. Hallo! Oh nee! Ben jij misschien jarig? Dit is namelijk een verrassing voor mij en ik wil vandaag een video met je opnemen. Serieus? Ja! Oh, ik dacht al, hè? Huh? Zo'n pakketje voor mij. Wil je dat? Ik ben wel benieuwd nu op zich. Ja, want we hebben het al geregeld met je stage en zo. Je bent helemaal vrij alle tijd om een video te nemen. En hier zit in wat we gaan doen. Oh god, oké. Ik heb een pakje aan. Ik ga nu naar mijn subje toe. Nou, ik kan ook niet tegen zand. Matthijs! Matthijs, kom eens! Kom je me even helpen? Hoi! Hoi, ik ben Matthijs. Even Sam. Ja, kun je even achter. Even Sam, ik vond het ook geen shit. En ik heb gehoord dat jij een hele goede watersporter bent. Ja, ja, ik doe heel veel windsurf hier eigenlijk. Leuk. Ja. Ik dacht, laten we vandaag iets leuks doen. Laten we gaan surfen of zo. Ja, gaaf. Ja? Ja. Ik niet verwacht, nee, eigenlijk niet, nee. Ben je er een beetje zin in? Ja, eigenlijk wel, ja. Heel veel. Kijk, ik zou zeggen, kijk je even op. Kom er mee zitten. Is goed, ja. Nou, ik ben natuurlijk wel een beetje benieuwd. Vertel eens iets over je eigen kanaal, want je hebt een eigen kanaal. Ik ben dus Lois Peperkamp en dat is de naam van mijn kanaal. Wat voor dingen neem je dan op, zeg maar? Je gaat nog Ja, ik heb heel vaak nu dat ik, als ik een sketchvideo doe, dan doe ik zeg maar verschillende types. Mm-hmm. En die speel ik dan zelf ook. Yeah. En soms is het een soort van een kringetje en dan praat ik tegen mezelf. Team Romy for the win! Yo! Leuk dat je kijkt naar onze allereerste video! En welkom in onze te gekke studio. We gaan de escape challenge doen. Oké, en hoe werkt de escape challenge dan? Volgens mij gaan we elkaar inpakken met dit. Waar ik denk dat een soort ninja zo erbij is. Clinchville. En ja, en dan moeten we eruit komen. Maar dat is waarschijnlijk een beetje lastig, want je zit er helemaal vast. Oké, ik ga even een toverdruk doen. 3, 2, 1. Yay! Nou, Oké. De challenge is aan. Gaan we aftellen? Ja, oké. 3, 2, 1. Jij bent er. Oh my god! Ice cream, ice cream. Ik dacht, het gaat gewoon zo als de hulp. Maar jij ging gewoon als een soort. Oké, goed. Wat vond je van deze challenge? Was dit leuk? Moet je dit thuis ook proberen? Een beetje kort. Het was inderdaad echt zo van. Oké, dus als je deze challenge thuis wil proberen en wil ook dat ook eigenlijk kanaal, dan moet je meer rondjes draaien en niet misselijk worden. Oké, we zitten lekker op een sub op het water.
Ja. En jij doet aan windsurfen? Windsurfen, ja. Windsurfen eigenlijk gewoon watersport. Lekker dus gewoon lekker buiten zijn op het water. Dat is eigenlijk vooral het leukste. Wij zijn vandaag aan het onderzoeken wat je allemaal kan doen in de zomer. Dan heb ik een ander team, dat is team Romy. En die zitten vandaag binnen. Super saai. En wij zijn buiten. Wij gaan een beetje onderzoeken wat je allemaal op het water kan doen bijvoorbeeld. Oké, nou ik zou zeggen laten we een stukje gaan suppen. Leuk, ja. Gaan verder het water op gaan. Ja. En daarna gaan we nog iets heel vets doen. Namelijk de waterjump. Hey. Ik hoop dat je het een beetje durft. Ja, denk het wel hoor. Het zal wel. Moet vast goed komen. Ja. En anders gaan we er samen gillend van mogen. Ja hoor. Laten we gaan. Ja, leuk voor z'n tweeën. Wel, echt aardig bedankt. Echt, ik hoop gewoon oprecht dat ik niet ga doen. Jij bent echt gemeen. Okay. Het valt! Oké. Pas op! Nee! Nee! Vier! Snel! Draai hem! Nee! Vier! Nee! Eén! Wacht, nee! Onder de kant! Eén! Andere kant! Andere kant op! Hoezo de andere kant op? Ja, dat is hem! Nee, maar dat doet hij niet! Oh, gaf je dat toch niet? Ik heb een vier gedaan! Ah, sorry, zo! Yes. De meerste was van jou dan een ding en jij zit het gewoon op te eten. Oké. Okay. Oké, ik ben sowieso een lul. Oké. Ja, het gaat! Ja! Dus naar! Dit is naar! Hier weer. Nee! Moet je zelf opdag gaan maken, alsjeblieft. Vonden we van deze challenge? Niet zo prettig. Niet zo prettig. Ik won gewoon! Ik won! En jij! Oh my god. Kan gewoon niet zo goed even. Laten we een wc gaan zoeken. Ja, we gaan even wc zoeken. We gaan even ons wassen. Joe! We staan nu boven op de waterjump. Dus we gaan zo naar beneden springen en Het gaat leuk worden. Met z'n tweeën toch? Ja, gaat leuk worden. Lekker aan het doen. Ik heb er zin in, volgens mij degene naast wel iets minder, maar... Ik vind het zo eng. Maar hiermee gaan we wel winnen voor Romy. Zeker. Ik heb er voor dus. Suus. 3, 2, 1, go! Dit is allemaal water in mijn neus gekomen. Hey, nou, voor de volgende keer. Ja, ik werd meegetrokken naar beneden. Ze gingen een beetje achterstevoren. Maar het was wel superleuk. Ja. Dus. Beetje dikke suus. Je pakt het matje zo meteen voor je vast. Je neemt een klein aanloopje en springt gewoon een keer buiten het matje. En het matje ligt vast. En wat je in de lucht bent. Ik zal nog even een matje geven. Nee, ik ga echt niet met dat matje dan. Ik dacht ja, leuk. Mevrouw, ik kan gewoon hoor. Ja, maar ik wil echt niet met dat ding. Want ik vind dat eng met de. Want dan kan ik ook niet mijn neus dicht doen. Ga maar liggen. Lig je? En hoe ging het weer? Er zit weer water in mijn neus. Ik deed mijn neus nog dicht, maar het zit er weer in. Oké, nou dit was het. Wat vond je ervan? Ja, was super gaaf. Echt super vet. Ja? En de waterjump, dat is geweldig toch? Ja, ga ik zeker vaker doen. Dit gaan we winnen van Romy. Ik ben heel erg benieuwd hoe het Romy is. Dus ik ga naar Romy toe. Ja, is goed. Was gezellig. Oké. En doei. Joejoe. Hey, welkom op een nieuwe locatie. Boom. Nou, we hadden dus een beetje een probleem met de bladblazer. Ja. Dus als je ook thuis deze challenge gaat doen, doe het dan niet in je kamer. Want veel deze bladblazer maakt veel geluid. En heel veel lucht. Dus alles gaat vliegen om je heen en zo. Dat wil je niet. Dat wil je niet. Dus even een nieuwe locatie. Ah, ja. Yes. Bam. We hebben een been. Oké, nu ga ik nog meer erbij blazen. Ah. Doe hem aan. Stress. Er is niet heel veel uitgang. Het lukte wel heel even. Alleen, ik weet niet zo goed. Maar het ding is, wanneer doe je je andere benen bij? Ja, precies. Daar zit ik ook een beetje mee in twijfel. Nou, dat is onze laatste challenge. Yay. En we zijn best wel ver gekomen. Ja, okay. Of toch niet? Ah, nou ja, jongens, beter dan niet je been. Ja, zeker weten. Maar vond je het leuk vandaag? Het knelt af, maar ja, ik vond het wel leuk. Ja, ik vond het ook wel leuk vandaag. En ik wil je ook bedanken voor dat je er was. Ja. En ik ga me zo eens abonneren op je kanaal. Ja, dat ja, eigenlijk. Ja. En ik ga even kijken hoe het is gegaan bij Suus, want daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. Maar heel veel succes verder met je kanaal. En thanks. Heel veel plezier en dankjewel. En ik ga even lossen. Hey, Suus! Hey, dan! Hallo! Hoi, Suus!
Lijk, wat heb jij gedaan dan? Ik wil lekker gaan watersporten. Nou, vet. Ik heb een paar dikke YouTube-challenges opgenomen, jongen. Oh my god. Ja, was heel leuk. Ja. Vond je deze video nou ook zo leuk? Dus even een duimpje omhoog en vergeet natuurlijk niet te abonneren. Laat even weten in de reacties wie er gewonnen heeft. Hashtag Team Rami op hashtag Team Suus. Wil je de vorige video van de Plusjack zien? Klik dan hier. En de vorige video van Coolbox, klik dan hier. En laat even in de reactie weten wat jij gaat doen deze zomer. Yeah. Dan zien we je volgende keer weer op Kooktv. Joe!